Er is een nieuw stuk shared space aan de oostkant van Centraal Station. Een soort verkeersplein zonder echte duidelijke regels. En dat terwijl er in 2015 al veel discussie was over de eerste. Ja, bedenk er iets leuks op, zou ik zeggen. Er is jaren over nagedacht. Oh ja, echt? Ik vind het geen briljante oplossing. Ik geloof wel dat iedereen zijn eigen weg kiest en kan anticiperen als daar de ruimte voor is, dat het wel werkt. En dat klopte ook. De meeste verkeersgebruikers begrepen het en ongelukken gebeurden er dan ook nauwelijks. Nu, 7 jaar later, is er dus nog zo'n gebied bij CS. Een shared space is, zoek het zelf maar uit. Want verkeersborden en fietspaden zijn er niet. Fietsers, scooters en voetgangers moeten de ruimte met z'n allen delen. You have people coming from there and you say yeah, something, a crash is going to happen for sure. Nou, als ik het nu zo zie met fietsers van links en rechts, betwijfel ik het of het heel duidelijk is voor iedereen. Dus ook voor mijn dochters die nog klein zijn, of het makkelijk is over te steken. Zo'n shared space zorgt dus voor chaos. Dus alle stromen gaan door elkaar heen. Maar door die chaos word je eigenlijk gedwongen om meer op te letten, waardoor je dus de veiligheid eigenlijk omhoog gaat. Volgens de gemeente is de shared space bedoeld om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Als de fietsers en de voetpaden bij elkaar zijn, dan leren mensen misschien een beetje rekening houden met elkaar en zo. In de Amsterdamse situatie, dat is het anders dan bijvoorbeeld in dat Friese dorpje waar ooit tussen de toeristen onderling de shared space was uitgevonden. In de Amsterdamse situatie is het dat de sterkste dan winnen en de meest brutale. Dus waar het dus dan feitelijk op neerkomt, is dus eigenlijk dat de voetganger hier ervoor zorg draagt dat de boel veilig wordt. Want die persoon is dan degene die op moet letten, terwijl de fietsers gewoon kan doorrijden. Zo. Er zijn al heel veel locaties waar fietsen en voetgangers gemengd worden. Denk maar aan het Vondelpark, denk maar aan de grachten waar dus ook veel locaties zijn. Dus fietsers zijn eigenlijk ongevoelig voor prikkels als shared space-achtige inrichtingen, omdat zij dat al gewend zijn. Ze rijden met zo'n vaart, dus dan denken ze niet echt snel aan te stoppen, meer gewoon eerder uitwijken, denk ik. Denk je dat jij zo meteen veilig de straat over kan steken? Ja, dat denk ik wel. Ja? Zo met je mama aan de hand? Ja. Nou, je dochter heeft er in elk geval vertrouwen in. Ja, nou dat moet op mij ook lukken. Succes! Bedankt! Dag!